Ja, gezonde voeding is eigenlijk de basis voor mensen met de ziekte van Parkinson. En daar heeft het voedingscentrum een tool voor gemaakt, de schijf van 5. Dat geeft eigenlijk informatie wat hebben we elke dag nodig om al onze voedingsstoffen binnen te krijgen. We weten bij de ziekte van Parkinson dat veel mensen een te laag vitamine D-gehalte hebben. En om die reden houden we eigenlijk het advies aan wat voor iedereen geldt, dat vrouwen vanaf hun 50ste 10 microgram extra vitamine D moeten suppleren. En de heren en de vrouwen vanaf hun 70ste 20 microgram vitamine D. En die vitamine D zorgt dat de kalk uit de voeding goed opgenomen wordt, waardoor de botten stevig blijven. Het vervelende natuurlijk is met de ziekte van Parkinson dat je een hoger valrisico hebt. Dus je kunt sneller iets breken. Dus de botdichtheid goed op peil houden, dat is gewoon heel belangrijk. En daar is dus die vitamine D aanvulling voor nodig. Maar ook voldoende calcium en dat vind je juist in de zuivel. En dat betekent dat we toch adviseren om mensen om 3-4 keer per dag iets van zuivelproducten te gebruiken. Zoals melk, yoghurt, vla, pudding. Naast 2 beleggingen kaas om te zorgen dat je voldoende calcium binnenkrijgt. Verder weten we ook dat mensen die langdurig levodopa gebruiken meer kans hebben op een vitamine B12 tekort. En vitamine B12 is een vitamine wat alleen maar in dierlijke producten voorkomt. Dus mensen die vegetarisch eten of veganistisch eten, die hebben ook wat sneller kans op een tekort aan een vitamine B12. Ik moet wel zeggen, als mensen vitamine B12 is wel een vitamine waar het lichaam vaak een jaar of 3 wel een reserve van heeft. Dus als mensen langer dan 3 jaar levodopa krijgen, dan moet je daar wat alerter op zijn dat je een vitamine B12 tekort kan krijgen. En we weten het ook van vitamine B6, dat het ook bij het gebruik van levodopa, dat zijn de laatste signalen, dat het ook wat lager kan worden. Dat wil niet zeggen dat we dat allemaal moeten gaan suppleren. He, vitamine D dan wel, maar vitamine B12 en B6 en ook wel een beetje B11 zijn echt vitamines waar we alert op moeten zijn, maar niet zonder meer moeten gaan suppleren. Want vitamine B6 hebben we ook wel van gezien dat dat juist neurologische klachten kan geven. Dus altijd even overleggen.